Oude telefoons een nieuw leven geven om zo eenzame ouderen uit hun isolement te halen? Dat is het idee dat een aantal ondernemers in Meijerijstad hadden toen ze deze actie bedachten. Nou, wij zijn samen met een aantal ondernemers en Leefgoed. Leefgoed is eigenlijk een concept waar het maatschappelijk middenveld van Meijerijstad de krachten bundelt om het welzijn van mensen te vergroten. We hebben het idee opgepakt om oude smartphones in te zamelen, deze schoon te maken, te ontsmetten, opnieuw te installeren. Deze te verspreiden onder de doelgroep, dus onder de mensen die op dit moment in quarantaine leven of in huis, thuisisolement leven. Zodat ze kunnen beeldbellen, zodat ze hun kinderen, hun kleinkinderen, hun partner kunnen blijven zien. We hebben wel echt smartphones nodig. En onze oproep is dan ook aan mensen om een oude smartphone in te leveren, maar wel schoongemaakt, leeg, terug in de fabrieksinstellingen en zonder wachtwoord. Want als er nog een wachtwoord op zit, kunnen wij er ook niks mee doen. We hebben een website gebouwd, samen met een aantal ondernemers in Meijerijstad. Hallo Familie. Op die website kun je precies zien hoe ons proces precies werkt, hoe ons product precies werkt. Maar wij verzamelen de telefoons in, we doen ze ontsmetten, we doen ze opnieuw installeren. Dat doen we samen met de Werkcarousel en Lantopus. En dan worden die telefoons weer verspreid bij Brabant Zorg, want die Brabant Zorg en Laverhof. En bij ons welzijn. Tot op heden gaat het heel goed met die mensen die dus voor de eerste keer gaan skypen. Dat is voor die mensen ook nieuw, voor de vrijwilligers ook nieuw. Maar die beleven er ontzettend veel plezier aan om eindelijk weer een keer hun kinderen, kleinkinderen of hun partner te kunnen zien. Dus wij zijn wel heel erg trots dat we dit kunnen bereiken voor die mensen. Maar we doen wel echt een oproep aan de mensen in Meijerijstad. Alsjeblieft lever telefoons in. Ik weet zeker dat heel veel mensen nog een telefoon in een kastje, in een nachtkastje, in een rommellaadje hebben liggen. Lever die in. Wij kunnen daar heel veel mensen gelukkig mee maken. De weekmarkt in Veghel is donderdag zonder problemen verlopen. Op de markt mogen alleen maar noodzakelijke levensmiddelen worden verkocht en natuurlijk moeten de bezoekers voldoende afstand houden. De kramen op het Meijerijplein stonden verder uit elkaar en ook waren er maatregelen genomen om de klanten voldoende afstand te laten houden, zoals het trekken van volgnummers en het met stroken aangeven van afstanden van 1,5 meter. Ook de weekmarkt in Schijndel, Sint-Oederode en Erp gaan deze week op die manier door. Tot zover deze aflevering van Meijerijstad ondernemen in crisistijd.